Onlangs was ik op een hele leuke reis in Brixental in Oostenrijk in de Aantwijk Kaiserswarm. Vandaag laat ik in een video zien dat je je thuis heel makkelijk zelf maakt. Kijk je mee? Als eerste zeef je de bloem. Splits de eieren in schone en vetvrije bakjes. Klop deze samen met de suiker, luchtig en romig. Nu klop je de bloem en melk er beetje bij beetje door. Ik heb de machine schoongemaakt en nu gaan we de eiwitten kloppen. Schep de eiwitten rustig door het mengsel, net genoeg totdat het opgenomen is. Je klopt de eiwitten voor 3 minuten totdat je pieken ziet. En dan is die stijf genoeg en dan roeren we nu door het eigeelmengsel. Verwarm op lage stand een grote pan met dikke bodem of 2 kleinere pannetjes. De helft van de boter doe je in de verwarmde pan en laat deze smelten. Schenk het eimengsel in de pan en zorg dat het gelijkmatig verdeeld is. Na ongeveer 3 à 4 minuten draai je de kaasjesmarren om en zet het spannend hoe het eruit ziet. Je wil een mooie goudbruine kleur, maar niet te donker. Ja, kijk eens. Laat nu ook de andere kant voor ongeveer 3 minuutjes zachtjes garen. Snijd de kaasjesmarren in grove stukken en doe de overige boter erbij. Roer alles om. Schep de kaasjesmarren op een bord en bestrooi royaal met poedersuiker. Enjoy!